zwembad? De kamers. Grappige kinderen. En ongekleed en wel. Die glijbaan. Wat een mooi boek. Ja, dat is. Potsie. Je kan hier uit. Ga je doen, Luxie? 1, 2. 1, 2. Nee. Ja, Lucy is een. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. Maandag 7 september 2021. Ja. En je zou zeggen, maandagochtend, kinderen naar school. Maar nee hoor, kijk, want hier zitten ze. Goedemorgen kinderen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand vandaag? Nee, we hebben studiedag vandaag. Het is 10 voor 9. Dus ja, ze zitten niet op school. We zijn vandaag lekker vrij, dus we dachten, nou, heerlijk dagje met z'n allen. Lekker ergens naartoe, maar waar? Dat zie je straks. Kijk, ben je zelf met ons? Nee. We zitten in de auto, want we gaan naar het... zwembad! Ja, en niet zo naar het zwembad. Dit is het zwembad in Meppel. En hier zijn we al een keer bezig zwemmen toen Luan en de Silla nog heel klein waren. Dat weet ik nog, er staat ook nog wel een vlogje van online. 4 jaar geleden. En 4 jaar geleden was dat, inderdaad. Al 4 jaar geleden? Ja, nog voor Luxie. Het was nog niet eens zwart, volgens mij. En het was ook gewoon een heel erg leuk zwembad. En keek een beetje om ons heen. Goh, kunnen we het vandaag gaan doen op deze toch wel, onverwachte vrije dag. Studiedag. En het is dan wel lekker natuurlijk, omdat op maandag normaal gesproken gewoon iedereen op school gaat en het werk gaat en zo. En nu ben je dan toch lekker vrij met de kinderen. Dus dat is vaak ook lekker rustig in het zwembad. Dus vandaar jongens dat we zoiets hadden gewoon van kop, we gaan lekker erop uit. Het wordt vandaag toch vies regenachtig weer. We pakken lekker ons boeltje in en we gaan lekker chillen vandaag in het zwembad. Had je niet gedacht hè, maandagochtend naar het zwembad? En Luan? Ook niet. En Luxie? Ja, Luxie, die weet het, kent het zwembad nog niet hè? Gaan we voor het eerst heen met Lucius en met Luxie erbij. Ja, gaan we ook met de bootjes varen. Ja. Nou, het zwembad is nog dicht, dus we wachten nog heel eventjes hier bij de kinderboerderij. Oh, hallo. Kijk, we krijgen meteen bezoek van de bokjes. Kijk nou, wat een horns. Zie je dat? Ja. Kijk, en hier zijn de konijntjes. Lucilla is al op zoek naar de konijntjes. Ga maar. Zoek de konijntjes maar. Nu vindt die bokjes een beetje spannend, hè? Ja, ze zijn een beetje grote dieren. Ja, ze zijn er wel. Oh ja, het schaap die rent weg voor papa. Maar ja, die kunnen we nou niet aaien. Lucius die staat daar in de kinderwagen, die is nog lekker aan het slapen. Kom maar liefie. Ik wil hier blijven. Oh, Lucie wil daar blijven. Hey, wat ben jij mooi. Kijk, hij heeft een sikje, zie je dat? Zo'n sikje zo, hé. Dat is papa. Lucilla kan heel goed de geit maden. Net echt. Kijk uit voor de poep. Kijk uit voor de poep in het gras. Dit is mijn mannetje. Hé, hallo. Wie woont daar, Luxie? Een mol. Dat is het huisje van een molletje. Zie je, alleen die kunnen we nu niet zien. Die komt pas 's avonds naar boven toe. Die kunnen we niet zien. Hé, Marlu, als jij je geitjes wil, hè, dan heb je dus ook overal die poep op te ruimen. Ja. He, kijk, en Lucilla die heeft het nou onder de schoen. Ik heb een beetje twijfelen. Nu zit hij te twijfelen. Je wilt alleen geitjes als ze niet poepen. Ja. Nou, dan... Eigenlijk wil ik hele kleine bokjes. Hele kleine bokjes, ja, maar kleine bokjes worden groot. Kittetjes of konijntjes. Konijntjes, ja, maar die zitten in die hondertjes verstopt. Die kan je nou ook niet pakken. Kijk, hier zit het konijn. Zie je dat? Het is wel een heel groot konijn. Ik weet niet of we hem scherp hebben. Ja, dit is een Vlaamse reus, volgens mij. Rijden we hier weer een bruggetje over. En dan kun je hier nog even lekker spelen. Mama, waren hier ook toch paarden, of niet? Ja. Ja, hier stonden ook ergens paardjes, dat klopt wel. Inderdaad, geen paardjes, maar we kunnen wel even in het moestuintje kijken. Wat hier allemaal groeit. En niet schrikken van de vogelverschrikker, hè? Dat is de vogelverschrikker, Luxie. Gekke mevrouw is dat, hè? Kijk. Dat is een vogelverschrikker. En die staat hier, zodat de vogeltjes denken, hier staat iemand. Waardoor ze niet de zaadjes en de pitjes en de vruchtjes van, het, van de groentjes afhalen. Van de plantjes afhalen. Wat zeg je? Hij zit heel erg goed in de grond. Ja, nee, hij zit wel goed vast. Kijk, en dit. Deze cd'tjes hangen hier, zodat het zo schittert. En dat schrikt de vogels af.
En daarom heet het een vogelverschrikker. Want het moet schrikken van de vogel. Die denkt, de vogels denken dat hier echt iemand staat. Die ziet niet dat dit een pop is. Snap je dat? Grappig, hè? Kijk, want hier zijn allemaal mooie plantjes en bloemetjes. En die groeien groentjes en fruit. Zie je dat? En sla, daar is sla volgens mij. Zo te zien. Kool, ik denk rode kool of zo. Ziet er wel heel rood uit. Hier hebben we de eendjes. Nee, kijk dan. Dat kan ook nog, Luan. Eendjes bij ons thuis, vind je dat niet wat? Ja. Het is wel een heel leuk met dat bootje zo, hè? Als vijvertje. Kijk eens, dit is mooi, jongens. Hier staan alle mooie bloemetjes in de bloei. Kijk eens wat voor mooie kleuren. Wauw. Zo met dat zonnetje erop. Mooi, hè? Mooi. Ja, hier komen de bijtjes op af. En vlindertjes komen hier op af. Supermooi. Nou, dat was even lekker een rondje over deze kinderboerderij. Voordat ze zo meteen lekker naar het zwembad vertrekken. En ondertussen dat ik hier even aan het wandelen ben. Daniel had nog even een telefoontje. Besef ik me eigenlijk hoe dankbaar, Lu, dat mag je ook wel zijn. Hoe dankbaar we eigenlijk kunnen zijn. Dat ondanks dat jullie gewoon een studiedag hebben. Je niet naar school hoeft. En papa en mama gewoon met jullie een dagje erop uit kunnen. Kleine dankbare besefmomentjes, jongens. Dat we gewoon weer lekker een dagje met ons gezin naar het zwembad kunnen. Voordat we hier lekker door de tuin hebben gelopen. Hallo. Hoi. Slaapt hij nog, jongen? Slaapt hij nog als een roosje? Kijk dan. Meer dan dit heb je niet nodig in het leven, jongens. Heerlijk. Geniet van elkaar. Van de rijkdom. En de rijkdom is vooral in tijd uit te drukken. De tijd die we met elkaar hebben. Tijd is kostbaarder dan dat we denken, jongens. En ondanks dat we nu gewoon weer lekker even lekker een dagje erop uit kunnen, besef ik me dat nu dus even weer ten bewuste. Ja, hè, dat we afgelopen jaren wat Daniel en ik hebben kunnen opbouwen, we eigenlijk altijd rondom de kinderen kunnen zijn. Ook al zijn er van die spontane dagen dat we denken, oh ja, de kinderen zijn vandaag vrij. Laten we lekker een dagje op uitgaan. In plaats van dat ik bijvoorbeeld weer naar mijn werk had gemoeten. Of Daniel zijn coachingafspraken had, wat we voorheen natuurlijk altijd wel hebben gehad. Ja. Hier even dankbaar, jongens. Sorry, was weer even een besefmomentje. Hé, maar mama. Vertel, als jongen. Als we een kinderboerderij hebben, dan hebben we ook een strontgedeelte. Oh, kijk dan. Dit is nog eens een berg poep. Wow. We willen bij ons thuis, vinden we het leuk. Krijg ik kippenvel van. Tenminste, dat hoort er dan ook bij, jongen. Het lijkt ons leuk om ooit een keer een beetje, toch een soort van klein, mini kinderboerderijtje bij ons te creëren. Ja, omdat we best wel veel ruimte hebben ervoor en een leuk huisje daarvoor hebben. Maar dan zijn we weer op zo'n kinderboerderij. En dan ziet Luan ook weer dat er ook nog andere kanten bij zitten. Het niet alleen het verzorgen van de dieren, maar ook het poep opruimen. Ja, Lucilla, wat is er? Oh, kijk dan. Ik weet niet of jullie ze zien. Ze zitten daar samen op de wipbab. Straks kan Luan bij Luxie zitten en Lucius bij Lucilla. Dan hebben jullie even zware wipbab. Oh, wat plakkerige wipbab. Oh ja, nou dit kan ook. Voorzichtige jongen. Ja, toppie. En dan nog heel even schommelen. Schommelen we zo meteen het zwembad in, goed? Ja, klopt! En klopt! Lons! En klopt! En we zijn er! Komt u er maar uit. Ja, bootje erbij. Wie, bootje mee. De zwemtas mee. Ja. Hoppatee. Oh, en het vestje. Luxie, kijk eens, wil je die dragen? Dat is jouw zwemvestje. Ach, jongen. Ja. Ook een speentje. We zijn aangekomen, jongens, bij het zwembad. Lies is nog even lekker zijn slaapje. En wij gaan hier naar binnen toe. Ja, we kunnen nog een buitenbad. Nee, dat is wat te koud, hè? Oh, het ruikt altijd meteen weer lekker naar het zwembad. Als je binnen. Gaan we hier weer naar binnen. Ja, dat klopt. Zo, nou jongens, hier zijn de kleedkamers. Met heel veel eendjes. Oh, Lucius die wordt wakker op het goede moment. Grappige kinderen. Ja. Nou, gaan we even een... waar is de papa nou? Waar is papa? Wat heb je hier gevonden? Zonnebank. Papa zit... Oh, als we straks papa kwijt zijn, jongens, zit hij in de sauna, denk ik. Even kijken. Waar gaan we omkleden, jongens? De meisjes en dat is de meisjes, omdat hier het meisjesposter hangt. Nou, volgens mij hebben ze hier ook wel een familiekamertje, jongens. Ja, hoor. Of we gaan gewoon, jullie gaan gewoon alleen in een hokje, dat kan ook. Jullie zijn groot genoeg om jezelf om te kleden, toch? Ja. Nou, zoek maar een hokje uit. We hebben nu nog alle keuze. Ja, allemaal even hokjes. Mag ik alleen?
Ja hoor, ga je alleen. 10 centjes pakken voor de kastjes. Ja. Hier moet er nog 10 centjes, in. Deed je vroeger ook op zwemles, dat je dan na zwemles al die hokjes afging in de hoop dat iemand was laten zitten, dat je er een snoepje van kopen. Echt een kauwgomhoop. Ja, jeugdsentiment jongens, jeugdsentiment. Oké, ja, we gaan zo plassen als je bent omgekleed, goed? Nou, ja heel, och liefie, ik ga jou helpen. En omgekleed en wel, in de zwemoutfits. En hier moeten we zijn. En het voordeel van de studiedag is... dat er bijna niemand is. Dat het hele bad volgens mij. Misschien wat ouderen onder ons. Ja, nu al zei ik zie opa en oma. Oh, we moeten het onderstel van hier. Ja. Geen zo. Nou, wel. Onderstel bij de deur. Ja, hij is kinder. Even een plekje zoeken, gaan wij niet meer. Dat ziet er mooi uit. We gaan daar lekker zitten. Bij het kinder, ja. Oh. Leuk, hè? Ja, maar je wel wat ja, diepe baden. Net zoals Thuis. Dit is geen bubbelbad. Dit is het grote zwembad. Binnenkort kan je ook op zwemles, hè? Snel op zwemlessen. Leuk, hè? Ja. Nou, zit hier precies daar op die glijbaan. Hier die glijbaan. Ja. Het is nu nog niet zo heel druk, dus ik kan jullie nog even snel een overview van het hele zwembad geven. Kijk, daar heb je dus het, daar heb je het gedeelte voor de kleine kindjes. Hier heb je een gedeelte. Ja, spring er maar in, liefie. Liesjes hebben we even hier neergelegd. En hier heb je ook nog van alles met een heel gebeuren daar. En daarachter is nog een glijbaan. Dat ziet er leuk uit, hè, kerel? Nou, kom, gaan we erin. Wat een mooi bootje. Ik ga hier vast staan. Oh, super. Lekker warm hoor. Mama door.
leuk kindergedeelte. Met safari bootjes. Een klein soort safari jungletje nagemaakt. Met een klein bootje kan je daar als kindje dan doorheen varen. Echt super schattig. En ik heb dit nog nooit gezien bij een zwembad. Dit is nog wel een van de dingen waarvan ik dacht, oh, dat is wel leuk om naar dit zwembad te gaan. Dat die dus echt een eigen jungletje hebben. Kijk, dus deze jungle. Ziet er super leuk uit. Kijk dan hoe leuk, jongens. Ze hebben hier gewoon een hele jungle nagemaakt. Dan kan je dus zelf met zo'n bootje, kunnen ze zelf lopen door deze bak met water. Dan hebben ze zo'n heel parcours. Daar gaat Luxie. Daar gaat Lucilla, die past er ook nog net in. Daaronder een tunneltje door. Leuk, hè? Ja, tussendoor. Ja. Oh, en wie is er wakker? Oh, Lucie is er wakker. Ah. Ach, kijk dan. Heel leuk. Pas jij er ook nog in? Pas je erin of niet? Net. Net. Heel erg leuk dit. Ja, leuk bedacht, hè? Jij had voorrang, ja, dat klopt. Daar haal je tanden. Oh, en Luxie botst achterop Luan. Oh jee. Kijk, daar komen ze weer doorheen. Oh, nee. Leuk, Luxie. Oh jee. En daar komt Lucilla. Oeh, oh, ga je hier langs, mama? Oh, ja. Leuk, hè? En hier heb je zo'n steigertje waar je kan opstappen en af kan stappen. Hm? Ah, liefjes, hè? Hm? Heel leuk. Ja, jij hebt voorrang. Ja, langs liefjes op. Waar ga je heen? Oh jee, er wordt een probleem. Tot ziens. Oh jee. Tegen de richting in. Botsing. Luxie draait even om. Je kan hier uitstappen. Heb je ook nog een stuur? En een emmer. Ah, nee, ik wacht, hè. Gaat, eerst gaat hier water in. En Lucilla komt er langs. En die dan op. Oh, emmer, Lucilla. Ja, zulke was je nat. Leuk, hè? Bijna botsing, het ging helemaal goed. Daar komt Luxie aan. Oh jee, oh jee, oh jee. Oh, oh, daar komt ze weer aan. Daar komt Luxie weer aan. Zo, nee, ik ook. En ze komt nog een keer, Luan. En. Ah, ze gaat er iets van. Ik kom er. Ja, goed zo, Luxie. Hier heb je de sproeier, hè? Nou, en Lucilla die vaart daar. Ja, valt niet mee, vlog aan varen tegelijk. Wat ga je doen, Luxie? Water op haar hoofd ingooien. Echt waar? Als ze langs komt met het bootje. Nou, daar komt Lucilla aan. Ze heeft niks vermoedend. En? Ja! Die was goed, Luxie. Die was goed. Hey. Nou, Luan, hè? Luan die stapt in de boot vanaf de haven. Daar komen ze aan, hoor. Oh, Lucilla maakt even een tussenstop. Je bent gestrapt op de rots. Daar komt Luan aan met zijn boot. 1, 2. Oh, net niet. Was nog te vroeg, Lixie. 1, 2. Ja. Goed zo, Luxie. En daar komt Lucilla weer aan. High five. High five. Oh, kusje van het zusje. Daar gaat ze weer. Dag. Oh jee, oh jee. Krijgen we een botsing? Nee, het gaat net goed. En... Oh, ja. 1, 2. Ja. Ja, nou Luxie weer. Ah.
is toch leuk? Dit is toch leuk, of niet dan? Dit gedeelte met die jungle is toch wel heel erg leuk en uniek voor een zwembad. En als stiekem dan zou ik ook wel weer klein willen zijn om in zo'n bootje te passen. Ja, nu is het leuk. Denk ik kan niet weg. Hè? Ja. Helemaal groot hoor. Kijk, zijn ogen is uit, hè? Ja, als we wat groter zijn, dan komen we terug en dan kun je hier lopen. Ja, hij komt straks nog wel even zwemmen. Hij is net wakker, dus we laten hem even een beetje wakker worden voordat we meteen in het zwembad gaan. En we hebben inmiddels toch de hele dag tijd hier op deze studiedag. Ja. En de kinderen lekker kunnen spetteren. Dat is lekker zo, hè? Maar is hier op het top? Ja, dit is gewoon zo rustig dat er gewoon niemand is. Kijk jongens, het is gewoon helemaal niemand. Alleen daar wat badjuffrouws en daarachter wat oudere mensen die baantjes aan het zwemmen zijn. Voor de rest, ja, hebben we het nog helemaal voor ons alleen. Er komt Luxie weer aan, hoor. Oh. Bijna! Bijna, Luxie. Daar gaan ze weer. Kijk, hij wordt nog wat voller. Doei. Doei. Oh, dat was op Luxie. Hier hebben we een tijger staan. En Lua heeft hier een tijger. Handjes wassen. Oh ja, handen wassen. Kijk dan, dat is gewoon een sproeiertje. Ja. Leuk hè? Ja. Zo leuk. En hier deze papegaai. Dat is ook een fontein hè? Kijk, Emma. Zo kijk. Oh, die kun je bedienen. Ja. Oh, wat grappig. Leuk hè, deze papegaai. Is ook een straaltje. En daar ook. Oh, daar komt Luxie. Ja, gaat het? Doet ze een duimpje omhoog als het goed gaat. En daar van de glijbaan. 1, 2. Oei, leuk Luxie. Leuk hè? Dit is niet vaak voor bij een zwembad. Nee, dit komt niet vaak voor. En het leuke is, jij hebt hier al gespeeld bij Lucilla toen jullie jou 3 en 1 waren, denk ik. Ja. Dus je kunt het niet meer herinneren, denk ik, of wel? Nee. Maar je kunt wel terugzien in die video van 4 jaar geleden. Ja. Toen was dit net gebouwd namelijk. Maar het blijft heel erg leuk dit. Daar komt Lucilla. Oei! En kijk, hier hangt de orang-oetang. En hier hebben we de papegaaien. En dit is de pelikaan, of wat is het? Van de valk? Dat weet ik niet. En hier heb je de struisvogel. En de aap. En volgens mij roept daar mijn kleine peppertje. Nog een aap. En hier heb je de olifant en de pandabeer. En nog een aap. Grappig, hè? En de olifant. En de palmboom. En daar heb je ook nog. Ja, dat is de pandabeer. Dat is een hele grote pandabeer. Niet de ijsbeer, maar een pandabeer. 1, 2. Oei! Ah. En Luxie stapt weer in een volgend bootje. Doei doei! Ja,
gaan jullie eerst in de jacuzzi. Huh? Heerlijk. Oh. Eerst van de glijbaan, hè? Daarna kun je lekker chillen in de jacuzzi, toch? Ja. Nou, kom. Waar zou die zijn? Hebben jullie hem al gezien? Papa, hè? Ja, Luxie is bij papa. Man, deze niet in water. Nee, kijk eens. Hoehoe, je mag die meenemen. Nee. Dan ga jij beneden wachten. Ja, kijk. Hé, hey, jongens. Er wordt een foto gemaakt, dus je moet wel goed lachen bij je foto. Hij gaat zo snel. Ja. Heel snel. Leuk, hè? Nou, veel plezier, hè? Ja. Ik wacht jullie beneden op, hè? Ja. Kijk, dit is de glijbaan. De mos nog wat slijt. Helemaal naar boven toe. Wat is dat voor geluid? Je hebt allemaal jungle geluiden. Oh, allemaal, wat leuk. Ja, het lijkt alsof hij super hard is, ja? Maar hij is juist super zacht. Leuk. Dus het doet oh, maar dat wil ik ook wel een keer. Okay. Hey, dan gaat mama mee. Ja. Ja, Luxie vindt het spannend, maar ik ga ook een keertje mee, jongens. Luxie, gaan wij naar Luan en Zilla en mama kijken, hè? Ik heb Luxie's mooi hier, hè? Ja. Even kijken, hoe is het ook zo. Jungle glijbaan, hè? Ja. Oké. Okay. En dan net als deze. Oké. Okay. Ah, ik zie het. Wat voor keuzes heb je? Oké. Okay. Gaan jullie eerst of gaan mij eerst? Allemaal keuzes. Okay, nou, veel plezier. Doei. Doei. Mooi hè, nou mama kijken kinderen. Hup mama, hup mama, hup mama. Dat was de K3 disco. Yay! Lieve Luxie, even hier lekker. En Luxie, ja, we gaan hier weer spelen. Dat is met Luxie toch iets mooi. Hey Luxie, wat is dat? Is dat een grote tractor? Ja, dat is een tractor van de boerderij. Of niet? Hoe ga je sturen dan? Geen broodje ligt hier lekker in de box. Laat eens kijken. Oh, is hier de tractorstuur? Nee, ga zitten. Oh, rom, rom, rom. Start de motoren. Rom, wat zegt de toeter dan? Ja.
wat zit er nog meer op de tractor? Voorzichtig, hè? Kijk dan. Wauw. Oh, daar zijn wij weer. Nou, veel plezier, hè? Oh. Hey, achterstevoren, ja. Zwaai naar papa. Zeg maar, ai. Ai. Nou. En daar is mama. Daar willen we zo, hè? Op de tractor. Op de tractor. Mama ook zo dan, als ze lukt zien. Ah, kom, kom. Kijk eens. Aangekleden, papa. Ja, ze is wel broer. Ga er maar bij, Lixie. Dat is een broertje, wel chill, hè? Mooie disco kleurtjes. Ja, heel relaxed. Oh, van waar mijn leesjes? Die oogjes zo. Oh, lekker hoor, lekker. Houd er wel van, denk je. Houd er wel van, denk je. Ja. Die oogjes. Oh, daar heb je zus van de glijbaan. Heb je zusjes? Oh, popjes. Die hoogjes. Relusjes. Hallo. Ik vind het relaxen. Ja, maar relaxen, hè? Ja, vind je? Ik het toch? Ja, ik denk dat ik vind het heerlijk. Ik hou ook zo van zwemmen, hoor. Ja. Ik hou ook zo van zwemmen. Hop, hop, hop. Hop, Lucius, hop. Hop, hop, hop. Hop, Lucius, hop. Ja, ze wilde zus weer ringen. Oh, ja, ze wilde zus weer een kusje voor zusje. Oh. Grappig, hè? Hey, eerst waren Luan en Lucilla zo klein. En nu zijn Luxie en Lucie zo klein. Genieten, hè? Dat is je zwemtrainer, vriend. Jong geleerd is oud gedaan. Ik ben dan 3 maandjes oud. Zo was Luan toen ook, hè? Nou, en daar gaan ze hoor. Wat zo lusjes, ah, die oogjes. Leer broertje maar zwemmen, Luxie. Dat is mooi. Die blikken, die oogjes. Hé, hey, vriend. Dat is een mooi kleine vriend. Met deze oogjes uit, hè. Thank you.
En daar is je grote broer. Kijk, hè. Oké, dat zie ik klaar voor de start. Lucy is in de boot. Ja, Lucy is in de boot. Mama blijft erbij. Goed zo. Oh, dat vindt hij mooi. Hé, hey, vriend. Hé, hey, grote zus. Nou, de bubbeltjes zijn even op, maar die komen wel weer aan, hè? Nou, Lucius is al lekker afgedroogd. Even drinken bij mama. En Lux is het ook al lekker opgedrogen. Zijn jullie uitgezwommen? Ja, hebben jullie een beetje zin? Ja. In trekkende boog gekregen? Ja. Nou, en daar zijn de andere twee. Lucius lekker daar even in de bak. Ja. Helemaal in de rammenwereld. Dankjewel. Nou, kijk eens, kinderen. Wat is dat, Silla? Wat is dat voor mooie zeemermindoos? Oh. Kijk dan toch, jongens. Nou. En boekje erbij. Alle drie een journal. Kunnen jullie, ja. Wat zit daarin? Een takkie! Lekker! Wat is hier? En hier? En hier frikandel! Wow! En drie! Dat is lekker! Nou, dat gaat lekker echt smaken! Hallo! Ja, ze zijn een cheeseburger. Nou, dan gaan we nu maar eens proberen. Heerlijk, hè? Nou! Het is lekker van, hè? Eet smakelijk, ruikjes! Bon appetit! Wat je nog even volgen? Dankjewel! Ik ga meneer en ik ben het weer. Tot morgen! Hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.